De vrijwilligerstak van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Surikorps, heeft vandaag een gender and environment training gehouden. Ze deed dat in samenwerking met de United Nations Development Plan en de United Nations Volunteers Program. Aan de training hebben 20 personen geparticipeerd, onder wie vrijwilligers en personeel van het Surikorps, Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland FOB en medewerkers van verschillende directoraten van het ministerie van RO. Tijdens de training is er informatie verstrekt over de fundamentele aspecten van gender en hoe dit gelinkt kan worden aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en een aantal milieuprogramma's. United Nations volunteer Manorama Sunuwar was de inleider. RO-directeur Wilco Finisi, die de pers te woord stond, zegt dat het ministerie het genderaspect ook meeneemt in haar beleid. Eerste, wij zullen kijken naar de basisconcepten van gender. Wat is gender? Waarover gaat het precies? En natuurlijk ook over genderongelijkheid. Wat is genderongelijkheid? Wat verstaan we daaronder? Ten tweede zullen we gaan kijken naar gender mainstreaming. Met andere woorden, hoe kunnen we het begrip gender zodanig verwerken, of hoe kunnen we rekening houden zodanig met genderaspecten in onze beleidsformulering, in onze beleidsuitvoering, in het maken van onze plannen, dat wij zowel man als vrouw gezamenlijk vooruit kan komen, maar meer nog de doelen van het ministerie gezamenlijk kunnen helpen realiseren. En ten derde leerdoel is hoe kunnen wij natuurlijk gender zodanig linken aan de SDGs, de Sustainable Development Goals, maar ook hoe kunnen we gender linken aan milieuaspecten, aan milieuprogramma's, zodanig dat inderdaad ook weer de doelen van het ministerie die te maken hebben met SDGs, oftewel de doelen van het ministerie die te maken hebben met milieu, environment, hoe kunnen we die gezamenlijk man en vrouw op gelijke basis realiseren. Wilco Finisi, directeur van het ministerie van RO. De organisatoren hopen dat de deelnemers de opgedane kennis zullen toepassen in hun werkgebied. Surikorps is daarom voornemens meer van deze gender- en environment-trainingen te organiseren voor haar vrijwilligers.